Welkom bij deze nieuwe The Weeknd, jouw start van het weekend en ons vlogdingetje. Hey, tof dat je weer kijkt. Ik ben vandaag druk bezig aan het filmen. Het is donderdag en ik ben druk bezig met het filmen voor de Week van Gebed. Een project dat we doen in samenwerking met een aantal toffe organisaties. En vandaag filmen we samen met twee gastpresentatoren de laatste video. En dan moet ik die van mij nog opnemen. Maar het wordt super tof. Ik ga je een beetje meenemen vandaag. Misschien een beetje laten zien. Maar we gaan ook een vraag beantwoorden die binnen is gekomen. Dus laat deze The Weeknd beginnen. Wij hadden deze week gebak. En dit is nog een stukje. Appeltaart, echt mijn favoriet. Als je ergens blij mee wil maken qua eten, dan moet je me een stukje appeltaart geven. En dat heeft Kai, onze nieuw teamlid, heeft dat goed begrepen. Kai, ja, laat ik me even snel voorstellen. Kijk, dit is Kai. En Kai doet hier waar hij goed in is, om het zo maar te zeggen. En Kai is theoloog. En hij heeft net zijn diploma gekregen. En daarom had hij gebak meegenomen. Dus echt, Kai, je bent nu al een topper. Dus weet je... Super tof. Jij zou Kai niet zoveel voor de camera zien. Hij werkt dus vooral achter de schermen. Hey, Kai, super welkom hier bij Stormlife. Laat me even kort uitleggen wat ik bedoel met de projecten van de Week van Gebed. Eind januari 2019 is er weer de Landelijke Week van Gebed. En wij verzorgen samen met die andere toffe organisaties het tienermateriaal. Dat betekent dat we 7 video's gaan maken voor jou. 7 video's die jou helpen om na te denken over gebed en over gewoon hele praktische dingen in de wereld. Dus ja, het gaat echt heel tof worden. We zijn er druk mee bezig. Ik ben nu eventjes de laatste teksten voor de video van vandaag aan het omzetten, zodat ze klaar zijn om opgenomen te worden. En dan komen straks mijn 2 gasten en dan gaan we beginnen. Dus ik heb onwijs veel zin in. We zijn bijna klaar met alles opnemen. Dus het wordt mooi. Ik moet trouwens wel nodig naar de kapper. Het is echt veel te lang. Maar dat gaan we morgen doen. Nu eerst koffie. Ja, dit is wel heel... Nou ja. De Bijbeltekst van vandaag is Jacobus 5, 1 tot 6. Nu oppakken. De Bijbeltekst van vandaag is Jacobus 5, vers 1 tot 6. En dat is wel een lekkere tekst, hè? Je kleding is opgevreten door van die kleine rotbeestjes die we motten noemen. Dat belooft God. En daarom durf ik je te beloven, als je goed doet, is dat niet alleen fijn en goed voor een ander, maar ook voor jezelf. En nu keek ik de andere kant op. Tot zover de Week van Gebed. En tot zover vandaag eigenlijk, want het is bijna 4:30. Ik moet die gaan inpakken, gaan opruimen, want... Onze oudste zoon Levi gaat volgend jaar naar een andere school, die zit in groep 8. En we gaan vanavond kijken bij een oudere avond van een school waar wij denken dat hij naartoe gaat. Dus inpak en wegwezen. Er was nog een vraag, zoals gezegd zou ik die beantwoorden. En de vraag is, hoe erg is het als ik verliefd ben op een niet-christelijke jongen? Nou, ik denk niet dat het verkeerd is om verliefd te zijn op een niet-christelijke jongen. Maar de vraag is het verstandig om verkering te nemen met een niet-christelijke jongen? Het is namelijk goed om jezelf af te vragen als je denkt van ik ben wel toe aan verkering. Om dan jezelf af te vragen van wat zoek ik dan in een jongen? En ik heb het al eerder verteld, ik zal de video rechtsbovenin linken. Maar als jij christen bent, dan is God heel belangrijk voor jou. En jij wil jouw leven met God leven. En als het goed is, komt God erin op de eerste plek. Maar als je vervolgens trouwt, wat het doel is van verkering, hè, elkaar beter leren kennen om vervolgens te gaan trouwen. Dus als je trouwt met een niet-christelijke jongen, dan trouw je met iemand van wie God niet dezelfde waarde in het leven heeft als dat hij voor jou heeft. En dat kan dus wel eens heel lastig worden later. We kregen toevallig daar deze week nog een vraag over. Van iemand die zei van ik ben getrouwd met een niet-christelijke man en nu hebben we een zoontje. Ja, en hoe komt het nu? Doe ik hier wel goed aan? En weet je, als je helemaal getrouwd bent, dan kun je niet meer terug. Je kunt niet zomaar scheiden omdat je man niet christelijk is. Dus is het verkeerd om verliefd te zijn op een niet-christelijke jongen? Nee. Maar is het verstandig om een relatie aan te gaan met een niet-christelijke jongen? Als je het mij vraagt, nee. Dus mijn advies, doe het niet. Daar moet je het mee doen. Tot zover deze The Weeknd. Het is
vrijdagmiddag. Ik ben inmiddels bij de kapper geweest, zoals je kan zien. En het is bijna 5 uur, dus ik ga snel deze video afronden en online zetten, zodat jij hem kan zien. Hey, ik wens je een ontzettend tof en gezegend weekend toe. Maak er wat moois van, ga wat leuks doen. En ga ervan genieten, vooral met mensen van wie je ontzettend veel houdt. Dat ga ik ook doen. Volgende week vrijdag om 5 uur komt hier de volgende video online. Dat is dan weer een vraag en antwoord video, waarin we een vraag gaan beantwoorden die we van jou hebben ontvangen. Tenminste, van jullie hebben ontvangen. Dus ga kijken en ja, misschien gaan we jouw vraag beantwoorden trouwens. Dat kan natuurlijk ook. Tot volgende week. Vrijdag, 5 uur, hier op dit YouTube kanaal.